Even een leuk snel filmpje om je even te laten zien hoe ik zo'n leuke fleshanger gemaakt heb. En hoe leuk is het om even zo'n hangertje aan een flesje, kan ook aan water hè, maar even te geven als je iemand op visite gaat. Een groene en een blauwe en ik heb een roze hier voorbereid. Een stukje kartstok, de maten vind je later bij het blogbericht. Ik gebruik de bloemetjespons om de opening te maken waardoor je de fleshanger op kan hangen. Ik doe hem niet helemaal naar het einde toe, dan vind ik hem net ietsje te ver zitten. Ik zorg wel dat hij goed in het midden is. Doe even gewoon op het zicht. Het bloemetje kan je nou weer voor wat anders gebruiken. En dan vind ik het mooi om die hoekjes even af te ronden. Nou, dat doen we natuurlijk met de hoekpons. En dat gaat nooit zo fijn op mijn werkblad. Dus dat doe ik eventjes buiten het beeld. Anders huppelen jullie iedere keer mee. Dat heb ik dus eventjes gewoon naast me gedaan. Werkblad hupt wat mee. Dan dat bloemetje, die gaan we eventjes de... inkepingjes. Je kan er een cirkeltje overheen leggen, zodat je ze precies op dezelfde maat afknipt. Ik heb inmiddels ervaren, nou, als je het zo ongeveer doet, die 1 millimeter, dat verschil zie je eigenlijk ook niet meer. Dus, die knip je er zo vanaf. Dan is het leuk om daar, ik vond het wel grappig, om het potje te gebruiken. Ik heb het randje al gestempeld. En daarin gaan we de cocktail. Het gaat vandaag tenslotte om de... Dat is de Jar of Love. Zoiets. Ik weet niet hoe die heet. Als je het weten wilt, laat het even weten. Ik heb de hele week met bruin gestempeld. Vind ik ook wel grappig om dat te doen. In plaats van vaak het traditionele zwart toch. Maar donkerblauw als accentkleur. En ik stempel het cocktailglas echt onderin het potje. Het is een twee-stap stempel. Die heb ik niet meer nodig. Dan doen we hem gelijk dicht. Er zitten beide set van die inkleur elementjes. En hoe leuk is het om dan een cocktailtje te maken met twee kleuren. En laat ik eens zeggen, we doen hem... Ja, wat voor cocktail zal ik het noemen? Ik doe hem eerst in zijn geheel in de Daffodil Delight. En dan doe ik het bodempje. Wat is het? Bananenlikleur met een beetje pisangambon of zo. En dan stempel je hem zo in ene. Of het is een ananassapje met een kiwi eronderin. Want het hoeft natuurlijk niet alcoholisch te zijn. Maar zo heb je wel gelijk... Een tweekleurig drankje. Wat er nog meer bij het setje zit, zijn inkleurdingetjes voor het citroentje. Nou, het citroentje. Het is een citroentje, even in het Granny Apple Green. En dan is het wel leuk. Ik doe iedere keer gelijk even op mijn chamois mijn blokjes schoonmaken. Om het... parasolletje, parapluutje. Ja, had je vroeger altijd, ik weet niet of je dat nog hebt, van die hele leuke gekleurde papier, crepepapier of zo. En het leuke is, dat past er gewoon ook echt precies in. En zit het er ook een beetje naast. Geen punt, hè. Ik kan er ook altijd nog een klein stukje naast doen. Nou, dat is het labeltje erop. En dan is het natuurlijk ook wel leuk om er een tekstje op te doen. En ik dacht, nou, als je naar iemand toe gaat, dan is het altijd wel een leuke tekst. Today's plan. Consume cocktails. Ik moet mijn blokjes dus gelijk weer even terug doen.
Het is echt een set met heel veel tekstjes en dingen erin. Waar je ook heel leuk allerlei combinaties van teksten kan maken. En ik heb gemerkt dat het dan soms wel handig is om hem eerst te stempelen, omdat je anders soms niet weet hoe het uitkomt. Ik heb hier zo'n strookje Whisper White, wat je wel eens over hebt als je een ander maatje kaart stempel. Dat doe ik dan ook weer in het bruin, omdat ik alle omtrekjes in het bruin heb gedaan. En heb je dat potje niet, doe je het even op een ander label of recht. Nou, dan is het wel mooi om dat bruin even terug te laten komen. Even, niet te hard, hè, want dan gaat je inktkussen stuk. Die kan ze net vastgeplakt. En dan gaan we de cocktails erop stempelen. Chocolade en cocktails, dat lijkt hetzelfde van achter. Dus iedere keer pakte ik de chocolade en dan was het de cocktails. Dus even goed kijken of ik de goede heb. Ja. Cocktails. En dan ga ik even kijken of dat genoeg effect geeft. Met de rolls erop. Oh. Bijna. Ja. Meer dan genoeg effect. Today's plan. Consume cocktails. Ik kan die tekst natuurlijk ook nog heel leuk losknippen, net hoe het uitkomt. Even met mijn Tombow. Of iets verhoogd. Nee, dat hoeft niet. Ik plak hem erop. En dan zitten beide set zo'n heel schattig, heel klein sterretje. En die maakt het nou net dat het leuk allemaal zo bij elkaar past. Dus gewoon zo hier en daar, dan hoef je geen blingertjes erop te doen. En wat natuurlijk ook nog ontzettend leuk is, is om je cocktailtje een beetje te laten glimmen. Met een klein beetje Winkelstella. Die had ik nog niet klaar liggen. De fantastische glimmerstift. Waarmee je ook natuurlijk zo leuk kan aquarellen. En dan glimt het cocktailtje je tegemoet. Nou, als we toch bezig zijn, het parasolletje erbij. Ik denk een leuk aanvulling als je eventjes bij iemand op visite gaat. Om samen te geven. Zo. Veel plezier ermee. Heb je vragen? Of vind je het leuk? Laat het me weten en zeg het een ander. Dankjewel voor het kijken. Doeg, doeg!